Nou, ik vind het superleuk om te merken dat we nu echt begonnen zijn. We hebben vorig jaar een soort broddellapjesjaar gehad, waarin we ontzettend veel uitgeprobeerd hebben. En nu zijn toch 5 van de 50 eieren zijn uitgekomen. En 10%, dat is altijd iets gedenkwaardigs. Het initiatief Bedrijf Zoekt Buur is eigenlijk bedoeld voor grote bedrijven die iets met een hele buurt willen. Een bedrijf heeft bijvoorbeeld midden in Amsterdam helemaal geen ruimte om een dak vol te leggen met zonnepanelen of een windmolen neer te zetten. Maar als hij vanuit zijn hoge gebouw rondom kijkt, dan ziet hij aan de randen van de stad allemaal van die leuke eengezinswoningen. Die hebben prachtige daken, maar geen zonnepanelen. Die mensen zijn vaak helemaal niet bezig met zonnepanelen. En op het moment dat je als bedrijf investeert in die zonnepanelen op die individuele daken, dan heeft het bedrijf de maximale aftrek. En de bewoners die dan die zonnepanelen krijgen, die hebben het maximale energietarief wat ze altijd moeten betalen. Zo'n 23 cent per kilowattuur. En als je die twee rekensommetjes bij elkaar legt, dan wordt het een win-win situatie. Zowel voor het bedrijf als voor de buur. En voor de samenleving, want we worden dus een stuk klimaatneutraler.